De leerlingen zijn stuk voor stuk erg enthousiast over het droomproject. Ja, nu komt zo'n project op school. Kan je ook je eigen obstakels bouwen, lekker creatief zijn. Ja, dan vind ik het gewoon superleuk. Dat is heel erg leuk, want eerst kregen we een les over drones. En daarna mocht je zelf met een drone. En ja, dat vond ik heel erg leuk, want ik had nog nooit met een drone gevlogen. Wat we zien is dat meiden het ook ontzettend leuk vinden. We horen vaak dat meiden techniek wat spannend vinden. Maar ja, dat zie je bij dit helemaal niet. Het is een relatief kleine drone ook waar ze mee vliegen. En dat maakt het behapbaar. Vliegen met een drone is nog niet zo eenvoudig. Bij de eerste les was het wel heel moeilijk. Want je moet weten hoe je het stabiel kan houden en sturen en zo. Naast het vliegen met mini-drones wordt de leerlingen ook verteld wat wel en niet mag. Je mag bijvoorbeeld een paar aantal meter de lucht in. Je mag niet op het vliegveld en met, het geldt niet voor deze drones, maar met andere grotere drones mag je niet overal vliegen. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben niet alleen met drones leren vliegen, maar ook obstakels gemaakt. En uiteindelijk wordt er geraced met drones. De Drone Cup race is vandaag en daar zijn allemaal obstakels voor. En daar hebben we een paar weken aan gewerkt om die af te hebben voor vandaag. Milo heeft de smaak goed te pakken, want hij wint de eerste drone-obstakelrace.